niet. Aan die kant of achterin komen we terug via de tussenweg. Okay. Edke Bogaert, Nederlands kampioen, gaat naar voren. Mick Kemper, de man die vorige week in de Hoorn zo goed reed, ook achterin gestart. Zo, en de meeste van u die hebben dat vanmorgen al gehoord, maar we zijn achterbij. Matthijs Koper is de discjockey. Elfderre van Geest dacht ook Mark Ossenbrug te zien. We krijgen nog 10 ronden op het bord. 10 ronden. Freek Middelburg mee naar voren, jawel. Gaat er naartoe, ja. Ah, peloton alweer met nog 9 ronden. 9 ronden nog. 9. Ook Hakkers ook. Mike Hooiveld, prima, is er goed bijgekomen. Zagen. Want de berichten zijn op uitgebreide schaal. Nacht, voorzitter. Hou vol jongens, overnemen hè, hup! Ja, daar is dat peloton, Alexander Konijn, Mike Bogaert is weg, Robin Blummel, Pieter Steenhuis, Alexander Konijn, in de achtergrond. En hier dat peloton. Langerik wint, 4 ronden nog te gaan, 4 ronden. Bob van het met Gerben Grotenhuis. Like they're just supposed to party. I want someone
dat ze daar een achterblijvend puntje komt. Ja, dat klopt. En daar vlak achteraan, Mike Hooiveld. Kijk eens even, de man van West-Friesia. Die gaat er zo ineens even wegnemen, heren. We zagen dat de vorige omloop al. Dat Brummel met Freek Kolenberg in de achtervolging. Zijn peloton. En is natuurlijk de grote vraag. Is dat nog steeds de man van West-Friesia? En dat zou een grote verrassing zijn. Mike Hooiveld. Kan hij dat gaan houden? Want we gaan bellen voor die laatste ronde straks bij doorkomst van de kopgroep. Daar is hij weer teruggepakt voor het peloton. Peloton dus compleet. We sprinten straks in een rechte lijn. En de bel voor de laatste ronde. De laatste ronde. Mike Hooiveld en de laatste met Freek Middelburg. Maar ook met Robin Blum. Categorie 6. Wat we vorige week zagen in die categorie 7. Een schitterende wedstrijd in Horen. Zien we vandaag eigenlijk in die categorie 6. Waarin verschrikkelijk hard wordt gereden. Waarin prachtig wordt gekoerst. En waarin we straks ook een mooi podium krijgen met de eerste 6 aankomende. Robin Blummel. Daar is Blummel. Ja! Met Alexander Konijn. Robin Blummel, Konijn 3, ja! Grotendorst 4 en de zes, we hebben 6 bekers, 3 keer bloemen. Plaats 6, Pijken Steenhuis uit Amsterdam. Krijgt een hand en een beker, mag een podium plaatsnemen. We gaan snel door. Is koud. Freek Middelburg op plaats 5 uit De Lier van Westland Vilvoorraad. Die krijgt een beker voor de 5e plaats. Vervolgens gaan wij Mark Smit huldigen voor plaats 4. En die mag weer ter rechterzijde, dat is goed. Die krijgt ook een beker van Mariska. Dan op plaats 3, Nick Kemper. Die mag plaatsnemen op het podium. Dan op plaats 2, Alexander Konijn. En nu moet ik heel rustig aan doen, want hier gaan natuurlijk zoenen aan vooraf en er worden bloemen gegeven. Dus plaats C, Alexander Konijn. En op het hoogste treden mag komen te staan Robin Blummel. Het zit Michels Gestel. Die krijgt ook een beker en bloemen uitgereikt. Ik zeg het nogmaals, straks komt Jan Burger langs en die gaat jullie vragen stellen. Dus bereid je goed voor op de vragen die je nog niet weet. Maar we gaan eerst een fotomoment doen. Mariska gaat ook... Ja. Wij hebben het koud, zij ook niet. Wij hebben het koud, precies. Jan, ik stel voor goed. Dat jij het snel overneemt. Ja, eens even kijken. Ik moet even naar mijn lijst kijken. Want hoe sta... Ik ga met hem gewoon beginnen. Jij gaat je even voorstellen. Pijken. Ik ben Pijken en ik heet Steenhuis van Achteren. Ja. En mijn vader zei, je zegt niet ja nee, dus wat ga je nou vertellen tegen mij? Dat weet ik nog niet. Weet ik nog niet. Nou, zullen we het over hebben? Ja hoor. Ik vond Frederik in Schijndel, het zuiden van het land. Ja. Heb jij wel eens in Schijndel gereden? Nee. Nee, ik ben er wel eens geweest. Leuke plaats hoor. Ja. Nou, hij weet ook wie Alexander Konijn is, hè? Ja. Want, Jan, geen ja, geen nee. Pas op, geen ja. Ja, nee, maar hij komt wel even. Want nou gaat hij vertellen wat er volgend jaar in orde gaat gebeuren. Volgend jaar is het NK in Horen. Ja, en dan hebben we een mooi parcours, want dan rijden we niet op een baan, hè? Want waar rijden we dan? In de binnenstad, in de oude stad van Horen, het Nederlandse kampioenschap. Ik weet de datum niet, jij wel? 9 juni, je hoort ze allemaal al in de agenda schrijven. Robin, ik was van de week jouw uitslagen bijwerken. Dat mag er best zijn, jongen. Want, vertel eens even. Ik heb 2. En daarvoor? 5. Ja, hebben jullie ook nog een club, want dat kon ik niet vinden. Hebben jullie nog een club interclubwedstrijd gehad in Brabant?
Niet dat ik zo weet. Hey, moet me eens even vertellen, want ik schrijf wel jouw resultaten op. Maar wat doe jij in de winter? Veldrijden. Gaat het goed? Ja, ook wel goed. Was dat de eerste keer dit seizoen dat je in Noord-Holland was? Ja, volgens mij wel. Je was niet in Zwanenburg, hè? Dat was onze eerste wedstrijd, horen de tweede. Nee, dat was het niet. Wij zien er sterker in Noord-Holland dan in Brabant, want die Noord-Hollanders zeggen altijd, ja, we zijn toch wel beter dan die Brabanders. Ja, Brabant gaat ook goed. Ja, laten we daar maar op houden. Doen we zo. Ja, wat ik al gehad, hè? Ja, oké. Okay. Ga ik even naar jou, Mick, want ja, vorige week dacht